Dus zit mijn haar nou goed? Dus zit mijn haar een keertje goed? Terwijl ik een video ga maken? Like, oh my god! Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag is het een zeldzaam moment in de historie van mijn leven. Mijn haar zit een keer goed. Terwijl ik een video ga maken. Normaal zit mijn haar alleen maar goed als niemand mij ziet. Maar vandaag zit hij een keertje goed terwijl ik een video ga maken. Ik ben begonnen aan een andere curly routine. En mijn krullen zien er nou echt een stuk beter uit. Dus ik ga er zeker binnenkort een video over maken voor jullie. Ook heb ik weer nieuwe kleurlenzen. Ik heb nou hele lichte bruine. Dit zijn tot nu toe mijn meest natuurlijke kleuren. En ik zal de link in de beschrijving onder deze video zetten. We gaan vandaag weer make-up testen. Normaal is mijn kanaal echt all about betaalbare make-up. Hier en daar ook wel wat dure make-up. Maar ik kan wel zeggen dat ongeveer 80% van mijn kanaal gaat over betaalbare make-up. Maar ik weet dat er gewoon ook heel veel mensen zijn die gewoon iets meer geld te besteden hebben. Of gewoon ook gewoon benieuwd zijn naar dure make-up. Of ze het nou gaan halen of niet. Dus ik heb vandaag een full face met allemaal high-end dure make-up die ik ga proberen. Ik ben er super benieuwd naar. Een aantal heb ik gewoon echt met mijn eigen geld gekocht. En een aantal heb ik gehad. Maar daar ga ik het allemaal over hebben in de video. Deze make-up ligt hier al een tijd. Dus ik ben blij dat ik het nou eindelijk kan gaan proberen. En ik ben echt zo benieuwd naar al deze make-up. Vooral als ik het heb over dure make-up. Is het toch wel fijn als je iemand hebt die het eerst voor jou probeert. Voordat je je hardverdiende geld eraan gaat spenderen. Dus ja. Nou, vergeet me alsjeblieft niet alvast een like te geven en te abonneren. Daar help je me echt zeker vooruit mee. En dan gaan we snel beginnen met de video. En we hebben weer een leuke haarband. Oké, ik ga vandaag weer eerst beginnen met de ogen. Ik heb niks nieuws qua oogschaduw primer. Maar omdat het een dure make-up video is, ga ik ook een dure oogschaduw primer gebruiken. En dat is de Emit oogschaduw primer. Deze is echt super fijn om je oogschaduw mee te primen. En deze primer is 20 euro. Ik weet helaas niet waar die te koop is. Want ik heb die ooit heel lang geleden een keertje gehad in zo'n make-up box. Maar als je gewoon Emit make-up opzoekt, dan kun je hem vast wel vinden. Deze lijkt heel veel op de MAC Soft Paintly Pot of Paint Soft Painter, whatever, op die ene van MAC. Ik kan het niet uitspreken. Oké, ik ga vandaag een beetje plakband pakken. En die ga ik zo hier plakken, zodat ik een grens heb voor mijn oogschaduw. Dit trucje heb ik echt al zo lang niet meer gedaan. Maar het is wel echt de makkelijkste manier om een strakke oogschaduwlijn te krijgen. Oké, wat ga ik gebruiken als oogschaduw? Een van mijn favoriete oogschaduwmerken, Juvia's Place. En dit is de Warrior Palette. Warrior Palette. Volgens mij spreek je het zo uit. Ik heb hem al kapot gemaakt omdat ik hem al open had gemaakt. Want ik wilde hem zien natuurlijk. Nou, zo ziet hij eruit. En het zijn allemaal prachtige bruin-gouden kleuren. Bruin, goud en dat soort kleuren zijn toch wel mijn favoriete kleuren voor oogschaduw. Dus dit paletje is echt, I like it nu al. Dit paletje is 20 euro. Ik heb hem van Smuk Cosmetics. Je kunt code Sarah gebruiken voor een beetje korting op die hele website. Dat staat ook hier onder deze video in de beschrijving. Juvia's Place is niet super duur, maar ook niet heel betaalbaar. Het is een beetje de middencategorie richting duur. Dus deze is 20 euro, tenminste rond die prijskategorie. En ja, ik vind tot nu toe letterlijk elk paletje die ik heb van dit merk gewoon geweldig. En ik heb er echt al een aantal. Dus ik ga ervan uit dat ik deze ook weer heel fijn ga vinden, hoop ik. Ik pak eerst deze glanzende lichte champagne kleur. Die heet Moremi. Als ik het goed uitspreek. En met een klein penseelkwastje ga ik die aanbrengen onder mijn wenkbrauw. Dan pak ik deze lichte nude matte kleur. Die heet Ahosi. En met een fluffy kwast ga ik die in mijn hele arcadeboog doen. Deze kleur is heel licht. Dus hij gaat niet echt per se opvallen. Maar dat hoeft ook niet. Ik wil hem gewoon als basis hebben. Zodat de andere kleuren beter blenden. Dan pak ik deze mooie bruine matte kleur. Die heet Kano en met dezelfde fluffy kwast. En deze ga ik ook in mijn arcadeboog doen en helemaal zo uitblenden. Dit is ook een transitiekleur. Het enige wat ik wel altijd minder vind aan deze paletjes is dat ze geen spiegel hebben. Dat had echt wel gemogen, ook vooral voor de prijs. En dan pak ik deze hele donkere bruine matte kleur, de donkste kleur in het paletje. Die heet Mino. En ik pak maar echt een heel klein beetje en met een kleine fluffy kwast ga ik die hier in mijn buitenste ooghoek aanbrengen. Oké, dan ga ik heel even snel een halve cut crease maken met mijn Catrice concealer. Oké, nou dan heb ik hier nog 1, 2, 4, 5
6 glanzende kleurtjes. Ik weet niet welke ik moet gaan gebruiken. Oh my god. Ik denk dat ik gewoon echt ga voor goud. Ik pak gewoon deze gouden glanzende kleur. Die heet Bakwa. Bakwa. En deze kleur breng ik dan aan over de cut crease. Oh my god. Dit is echt te mooi. Echt. Oké, dan pak ik weer deze donkere kleur uit het paletje. Dat was Mino. En dan ga ik die kleur weer hier inblenden met de prachtige glanzende kleur. Oké, dan eyeliner. Ik heb 2 nieuwe eyeliners. Of ja, het is er eentje, maar in 2 kleuren. En dat zijn de Benefit Roller Eyeliners. Ik heb hem in het zwart en in het bruin. Deze zijn €25 en te koop bij de Douglas. Ik heb ze gewoon gehad van Benefit. En ik vind het ook heel leuk dat ze een bruine hebben. Dit zijn gewoon eyeliner pennen. Ik vind die van de HEMA heel fijn en deze lijkt heel veel daarop. Ik heb al een aantal video's gezien waarin mensen deze hebben getest. En letterlijk iedereen vond ze fijn. Er was geen enkel persoon die ze niks vond. Dus ik hoop ook dat ik ze fijn vind, want ik ben altijd op zoek naar hele fijne eyeliners. Ik ben nou aan het denken, normaal doe ik gewoon altijd zwart. Maar nou hebben ze ook een bruine. Dus misschien is het wel leuk om een bruine eyeliner te doen. Ik hoop wel dat die echt gepigmenteerd genoeg is. Ik zal hem ook even op mijn hand doen. Oh, ja. Er komt echt heel veel kleur vanaf. Hij is echt zo chocoladebruin. Echt een prachtige bruine kleur. En dan heb je hem ook in het zwart. Die heb ik ernaast gedaan. En ook hier komt superveel pigment vanaf. En dit was het PR pakketje waar die in kwam. Super grappig. Het is gewoon deze pen, maar dan ja, in het groot. Heel erg leuk gedaan van hun. Nou, ik ga dus gewoon de bruine gebruiken om deze look toch een keer wat anders te maken. Want ik doe altijd zwart, nooit wat anders. Ik heb nou ook die plakband hier. Dat is ook super makkelijk voor mensen die moeite hebben met hun wing te maken. Nou kun je gewoon makkelijk zo dit lijntje volgen. En je kunt er gewoon overheen gaan. En dan als je de plakband eraf haalt, heb je een mooie strakke lijn. Oké, de wing is gemaakt. Ik vind bruin echt heel mooi. Ik was echt heel erg bang dat hij niet gepigmenteerd genoeg zou gaan zijn, waardoor je hem niet zag, omdat het al geen zwart is. Maar hij is echt super mooi. Hij breidt ook heel fijn aan. Ik zei al net dat hij op de HEMA eyeliner pen lijkt. Hij is wel echt beter. Die van de HEMA heeft niet genoeg pigmentatie. Ik vind die gewoon vooral fijn in hoe die aanbrengt. Maar ja, die is ook maar €4 en deze €25. Dat is een heel groot verschil. Mocht je op zoek zijn naar een dure, hele goede eyeliner, dit is nou echt de beste die ik hier heb. Echt. Oké, dan ga ik nou de plakband eraf halen. En dan als het goed is, krijgen we een mooie rechte lijn. Ja, kijk. Dus mensen, als je graag een wing wilt maken en er moeite mee hebt, dit is echt de ideale manier. Nou, in dat PR pakketje van Benefit zat ook de Roller Lash van Benefit. Deze mascara die is er al een hele tijd, maar ik had die nog nooit gebruikt. Ik vind de Benefit Bad Girl Pen heel erg fijn en veel mensen vinden deze ook fijn. Dus ja, ik ben benieuwd wat ik ervan vind. Benefit mascara's zijn wel heel duur. Deze is €28. Mensen, vergeet me ook niet te volgen op Instagram. Want daar had ik ook op mijn verhaal gezet dat ik dit pakketje had gehad. Al mijn PR plaats ik altijd op mijn Instagram verhaal. En toen had ik ook gelijk een aantal DM's gehad dat heel veel mensen deze mascara heel fijn vinden. Dus ja, ik ben benieuwd wat ik ervan vind. En terwijl ik nou aan het praten ben, zie ik al dat ik hem echt heel mooi vind. De Benefit Bad Girl Bang is best wel heftig en dik en klonterig. Ja, ik vind dat mooi. En deze mascara is iets meer natuurlijk en meer, ja, gewoon die haalt ook meer de haartjes uit elkaar en zo en is echt totaal niet klonterig. Nou, elke video zeg ik het weer, ik heb bijna geen wimpers, ze zijn super dun, super kort, waardoor je ze gewoon eigenlijk nooit kunt zien. Maar ik moet wel zeggen, ik vind de mascara fijn. Hij is heel naturel, hij maakt niet zo heel dik en heel klonterig en van die spinnenpootjes. Deze is echt heel mooi en ik raad hem ook zeker aan. Hij is wel prijzig, maar ja, deze hele video is prijzig. Ik ga heel even nep wimpers opdoen. Ik heb daar niks nieuws van, dus ik kom zo bij jullie terug. Oké, mensen, we gaan nou verder met het gezicht. Ik heb een nieuwe primer. Ik heb een aantal video's geleden gezegd dat als ik een nieuwe foundation zou opdoen, ik geen nieuwe primer zou opdoen, omdat die elkaar kunnen beïnvloeden. Maar toch heb ik vandaag en een foundation en een primer, dus ja, whatever. Deze primer heb ik gewoon gekocht. By the way,
Of ik nou iets heb gekocht of gehaald, dat verandert absoluut niet mijn mening. Ik zal gewoon altijd eerlijk zijn. Maar ja, ik wil toch gewoon altijd transparant zijn en gewoon vertellen of ik iets heb gehad of zelf heb gekocht. Dit is een hele dure primer van Guerlain. Ik kan deze Franse naam nooit uitspreken. Guerlain. Deze naam is gewoon zo chic. Elke keer als je Guerlain zegt, dan moet je gewoon 20 euro betalen. Zo duur is dit merk. Dit is de L'Or Essence Déclat Radiance Concentrate Base Stand Make-up Base Primer. Zoals altijd, ik zet alles wat ik gebruik in de beschrijving onder deze video. Ik heb hem gehaald bij de Easy Paris. En hij ziet er echt prachtig uit. Super luxe. Ik zag dat Tati deze heel vaak gebruikte en hem heel fijn vond. Dus ik dacht, ik ga hem ook kopen. Nu komt de prijs. Deze primer van Guerlain is maar liefst... Ga even op een stoel zitten. 60 euro. 60 euro. Oh mijn god. En je krijgt... Hoeveel krijg je? 30 milliliter op zich is dat wel veel. Maar toch, 60 euro voor deze primer. Nou, deze schijnt ook heel goed te zijn voor de droge huid. Want hij brengt echt een glow aan op je gezicht. En er staat dat het met pure gold is. Dus deze gouden stukjes zijn echt goud. Dus ja, dat is wel luxe toch? Ik ben benieuwd. Dit is de pump. Is ook helemaal goud. Echt heel de ding is gewoon helemaal goud. Ik ga gewoon een beetje aanbrengen op mijn hand. Ik wil niet eens te veel aanbrengen gewoon. Want het is zo duur. Het voelt een beetje aan als een gel. Hij ruikt super lekker. En hij plakt een heel klein beetje. Dat is ook fijn. Want dan blijft je make-up er beter op vastplakken. Ik doe even iets meer bij mijn voorhoofd. Ja, op zich vind ik hem echt super fijn. Ja, hij is echt... De geur is ook lekker. Het is niet een... Too much parfumgeur. Gewoon een heel licht geurtje er doorheen. Hij brengt fijn aan. Hij ziet er mooi uit. Voor zo'n hoge prijs kijk ik echt naar alles. Naar hoe die eruit ziet, hoe die ruikt, hoe die aanvoelt. Naar alles. Want ja, voor zo'n prijs, voor een primer, verwacht ik veel. Maar ja, tot nu toe, ja, I like it. Ik heb ook een nieuwe foundation, de Huda Beauty Foundation. De Faux Filter Foundation. Ik heb hem al opengemaakt, maar nog niet gebruikt. Ik heb hem in de kleur Butter Pecan 330N. Ik heb deze ook gehad van Smuk Cosmetics. Dus zij heeft weer mijn kleur gegokt. En ik hoop dat hij goed is. Ik denk het wel. Meestal gokt zij wel goed. Die van Fenty in de kleur 210. Dat was die. Die was iets te licht voor mij. Dus ik krijg nou hiervan de kleur 240 van haar. Dus daar wilde ik ook even snel een update over geven. En ja, ik ben benieuwd. Dit schijnt een volledig dekkende foundation te zijn. Een matte foundation. En daar hou ik altijd wel van. En deze foundation is 45 euro. Je krijgt 35 milliliter aan product. Dat is best veel. Normaal krijg je 30. Dus dat is wel fijn. En je hebt zo'n pump. Dus ja, ik ga hem voor de eerste keer gebruiken. Ik heb ook een nieuwe spons. Of ja, nieuw. Ik heb die al wel. Maar dit is een andere versie. Dit is de zwarte beauty blender. Dit wordt beschreven als de pro beauty blender. Dus dit is de normale en dit is de pro. Deze is nou groot, want hij is nat gemaakt door mij. Dus ja, hij voelt wel zachter aan dan de normale. Dat viel me echt gelijk op. Dus die ga ik ook vandaag gebruiken. Beauty blenders zijn 20 euro. En dan ga ik het gewoon aanbrengen. Volgens mij is de kleur echt perfect. Hij is een stuk donkerder dan die van de Fenty. Oeh, hij ruikt ook super lekker. Hij is echt volledig dekkend. Zoals je kunt zien, heel veel mensen vinden deze foundation te dik en te cakey. Ik hou altijd wel van... Ja, dikke foundations. Maar ja, ik wil het natuurlijk niet te cakey hebben. Maar wat ik tot nu toe zie, is dat hij echt heel goed dekt. En hij is echt gelijk mat. Echt, hij hoeft niet eens nog mat te worden of zo. Hij is gewoon meteen bam, mat. Je moet ook best wel snel werken met deze foundation. Want ik zei al net, hij wordt heel snel mat. Dus voor de mensen die altijd eerst foundation overal aanbrengen en dan pas beginnen te blenden, doe dat niet. Want dan is hij misschien al opgedroogd voordat je bij de andere plek bent. Oké, we zijn nu even 10 minuten verder. Ik was heel eventjes weg. De foundation zit er dus nou ongeveer 10 minuten op. Ik vind hem echt super mooi, maar de kleur is echt te donker. Dit is dus de kleur 330N. Je kunt ook hier zien, kijk dit verschil met mijn nek. Hier is de foundation en dit is gewoon mijn normale huidskleur. Hij is echt te donker. Het is een neutrale kleur, maar ik vind hem best wel goudgeel voor een neutrale kleur. Dus ik heb heel eventjes online opgezocht naar andere kleuren en ik denk dat 300N beter zou zijn voor mij. Dus ja, als je mijn huidskleur hebt, gaat deze kleur dus iets te donker zijn. Maar met een
coltrui aan, maakt dat niet uit, want dan is het niet te zien. Maar ik vind hem tot nu toe super mooi. Oké, mensen, dan concealer. Ik heb twee nieuwe dure concealers gehad. Van Fenty en van Huda. Ik heb er heel lang over nagedacht welke van de twee ik in deze video wilde gaan gebruiken. Want ik wilde ze allebei reviewen voor jullie. Ik heb besloten om de Fenty gewoon alvast te gebruiken. Deze is echt super fijn. Hij dekt super goed. Hij is mat. Ik heb hem in de kleur 150. Is een hele lichte kleur, maar daar hou ik altijd van. Dus deze heb ik al getest en ik vind hem super fijn. Vandaag ga ik de Huda Beauty Overachiever Concealer gebruiken. Deze heb ik in de kleur Marshmallow 02B. Dit is de op 1 na lichtste kleur, maar ik hou van lichte kleuren. Vandaar dat ze mij deze ook heeft opgestuurd. Deze concealer is 29 euro. Dat is echt weer lekker duur. Er staat dat het een creamy concealer is en dat hij een volledige dekking heeft. Er staat ook in dat er green tea in zit, dus groene thee. En dat dat ervoor zorgt dat je er wat minder gestrest en moe uitziet. Creamy concealers vind ik altijd heel fijn, want die zijn meestal heel, ja, heel hydraterend voor de huid. En ik met mijn droge huid vind het altijd fijn. Nou, zo ziet hij eruit. Heel apart. Ik heb geen enkele concealer met zo'n soort applicator. Je moet gewoon een beetje duwen en dan komt het er gewoon uit. Maar ja, de foundation is wel maar echt veel te donker. Oké, mensen, ik vind de applicator echt niet fijn. Het is best wel moeilijk, want je weet niet echt hoeveel je eruit drukt en zo. En ja, het is een beetje... Het is een beetje een mes. Ik zou deze toch gewoon aanbrengen op mijn hand of zo. En dan met een kwastje ervan afpakken. Want dit is echt, kijk, hij wordt ook echt helemaal vies. Het is denk ik niet echt heel handig om hem direct zo aan te brengen als hoe ik het nou heb gedaan. Doe mij maar gewoon zo'n applicator. Dat vind ik toch fijner. En ik ga deze concealer ook weer uitblenden met mijn spons. Ik vind deze spons by the way al heel fijn. Maar ja, het is gewoon een beauty blender. Dus ik wist al wel dat ik hem fijn ging vinden. De concealer is echt wel veel te licht. Vooral met deze te donkere foundation. Ik heb denk ik ook iets te veel opgedaan. Want hij is best wel dik en dekkend. Dus doe het daar iets minder, mensen. Oh mijn god, het is gewoon straight up wit nou op mijn gezicht. Oh mijn god, dit kan echt niet, jongens. Oké, nou, mijn gezicht is nou gewoon wit. Maar de dekking is wel echt heel mooi en hij is ook mat. Hij droogt wel weer ook best wel snel op. Dus je kunt weer gewoon beter eerst aanbrengen en gelijk blenden in plaats van overal aanbrengen. Nou, ik heb ook eventjes de concealer kleuren opgezocht. En ik denk dat de kleur Nougat, als ik het goed uitspreek, veel beter was geweest. Dit is echt way too licht. Maar goed, we gaan gewoon snel verder met poeder. We gaan baken. Ik had ook weer een Huda Beauty losse poeder en eentje van Fenty. Die van Huda Beauty heb ik al gebruikt. Ik heb deze in de kleur Pound Cake. Geweldige poeder. Echt, hij is super luxe. Je draait hem zo open en dan heb je zo'n gaas erin. Dus ja, voor een hele hoge prijs wil ik ook dat de verpakking goed is. En dat is bij deze zeker. De kleur is ook echt perfect. Hij ruikt super lekker. Deze is echt heel erg fijn. En dan heb ik de Fenty Beauty Pro Filter Setting Poeder. Ik heb hem in de kleur Butter. Dus die ga ik vandaag even proberen. Ik ga hem even openmaken. Nou, zo ziet hij eruit. Ook weer super mooie verpakking. Hij is ook echt super groot. Je krijgt 28 gram. Dus je krijgt echt heel veel. En deze poeder is 40 euro. Dus ook weer aan de luxe kant. Ik ga hem even opendraaien. Nou, zo ziet hij er dan uit. En ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar de gaatjes zijn in de vorm van een F en een B. Dus ze staan voor Fenty Beauty. En ik weet niet waarom, maar je krijgt een extra gaas bij. Dus misschien als deze kapot gaat of zo, I don't know. Maar je hebt dus één extra erbij. Nou, dan ga ik gewoon zo een beetje eruit gooien. Ik ben blij dat het er gewoon makkelijk uitkomt, want af en toe ben ik echt aan het struggelen om het eruit te krijgen. Ook deze ruikt super lekker. Oh my god. Ik pak weer mijn spons en een beetje poeder. En dan ga ik gewoon het aanbrengen hier onder mijn ogen. Ik breng het aan op de plek waar ik concealer heb gedaan het meeste. En dan met wat er nog een beetje op mijn spons zit, breng ik het aan op de rest van mijn gezicht. En ik heb een droge huid, dus ik haal het er altijd weer gewoon gelijk van af. Ik heb niks nieuws om te contouren, dus ik gebruik even snel mijn Ethos contourpoeder. Nou, ook deze poeder, gewoon top. Hij maakt mijn huid mooi mat, mooi egaal. Deze poeder ook echt top. Het gaat zo goed vandaag. Alles is in principe gewoon goed tot nu toe. Ik ga even deze twee kleuren
aanbrengen op mijn onderste wimperrand. Ik begin eerst met de donkerste bruine kleur, die heet Mino. En dan de wat lichtere bruine kleur Kano en daarmee ga ik het een beetje soort van uitblenden. Dan doe ik even een bruin oogpotlood in mijn waterlijn. Deze is gewoon van de Kiko. En dan weer een beetje van die Benefit mascara. En dan pak ik weer deze lichte champagne kleur die ik ook onder mijn wenkbrauw had gedaan. En die doe ik ook hier in mijn binnenste ooghoek. Nadat de concealer mijn gezicht zo wit heeft gemaakt, kon ik niet wachten met bronzen. Ik heb hier de Anastasia bronzer. Ik heb hem in de kleur Rich Amber. Dat leek mij online de beste kleur. Je had iets van 5 kleuren of zo. Deze heb ik gekocht bij de Douglas. Hij was 35 euro. Nou, als je hem hier uithaalt, krijg je dit. En dan is hier in de bronzer. Ook weer een hele luxe verpakking. En dit is dan de bronzer. Super mooi. Hierachter staat de kleur. En zo ziet hij eruit. Je hebt ook hier een spiegel. Dus ja, ik hoop dat hij mooi is. Hij is ook mat. Dus dat vind ik altijd heel belangrijk bij een bronzer. Ik wil geen glanzende bronzer. Ik vind dat echt lelijk. De kleur lijkt een beetje donker. Dus ik hoop dat hij niet te donker is. Hij is een beetje roodbruin. Maar dat vind ik persoonlijk altijd heel mooi. Want ik hou van rood-bruine bronzers. Want die maken je gezicht lekker sun-kissed. Alsof je gewoon net terugkwam van Spanje of zo. Er komt wel echt gelijk heel veel kleur vanaf. Dus je moet echt maar een heel klein beetje pakken. Nou, dit was het eerste product van vandaag waar ik niet heel enthousiast over ben. Hij is absoluut mooi. De kleur is ook echt heel mooi. Hij maakt je echt zo gebronst op een hele mooie, goede manier. Ik vind hem alleen niet goed genoeg voor 35 euro. Ik vind hem iets te gepigmenteerd. Qua bronzers en blushes wil ik niet dat ze te gepigmenteerd zijn. Omdat je gewoon niet zo'n kleur op je hele gezicht wil. En ik vind hem niet top blenden. Ik moest echt best wel lang blenden. Vooral hier kwam er echt zo'n vlek. Dus ik heb daar echt veel moeten blenden. Hier ook. Ik heb hier ook echt lang moeten blenden. Voor de prijs van 35 euro vind ik hem niet waard. Als je toch zo'n bedrag wilt besteden, haal dan gewoon MAC Give Me Sun. Die is echt geweldig. Ondanks dat vind ik hem wel mooi. Dus ja, nu ik hem gewoon heb, ga ik hem zeker vaker gebruiken. Maar of ik hem echt opnieuw zou kopen, dat niet per se. Voor blush heb ik iets nieuws gekocht bij MAC. En dat is gewoon de MAC Sheer Tone Blush. Gewoon een doodnormale blush van MAC. Ik heb nog geen enkele blush van MAC. Dus ja, dit wordt de allereerste keer. Ik heb hem in de kleur Peaches. Veel mensen waren enthousiast over de kleur Peaches. Dus ik dacht, die ga ik halen. Zo ziet hij eruit. Gewoon een klassieke MAC verpakking. En hij is mat en het is dus een peachy kleur. Vandaar ook de naam Peaches. En hij was 20 euro. Ik hou van peachy blushes. Dat zijn mijn favoriete kleur blushes. Dus vandaar dat ik ook deze heb gehaald. Ja, hele mooie blush. Kijk hoe mooi. Hij is ook mat. Ik hou van mat blushes. Ondanks dat ik glanzende blushes ook gewoon mooi vind. Als ik toch moet kiezen, ga ik altijd voor een matte blush. Ja, deze is echt heel mooi. Er komt ook niet te veel kleur van af of zo. Gewoon precies genoeg. Je kunt hem zo mooi opbouwen. Wat ik wel verwacht van een blush van deze prijs is dat hij lang blijft zitten. Dus ik ga weer vandaag een full day wear test doen. Dus aan het einde van de dag gaan we zien of hij echt lang blijft zitten. Want van een dure blush is dat wel echt iets wat ik verwacht. Op de een of andere manier heb ik weer geen nieuwe highlighter. 2 video's geleden waarin ik ook allemaal make-up had getest, was ik dat ook al vergeten. En nu ben ik het gewoon weer vergeten. Ik weet niet wat ik heb, maar ik heb gewoon weer niks nieuws voor highlighter. Ik vergeet het echt iedere keer. Dus ik ga voor nu gewoon de Huda Beauty 3D Gold Highlighter Palet gebruiken. Ook die is van Smuk Cosmetics. Dus mocht je die willen hebben, je kunt weer gewoon mijn code gebruiken. By the way, ik verdien helemaal niks aan die code. Dus het is echt gewoon puur voor jullie. En ik gebruik deze gouden poeder highlighter. Ik ga de naam niet eens uitspreken, want niet te doen. Ik weet niet wat er staat. En dit paletje is echt geweldig, jongens. Dit is echt een heel mooi highlighter paletje. En ik doe hem ook op mijn neus, om mijn neus een beetje te highlighten. Voor de lippen ook weer iets nieuws, ook van Fenty Beauty. En het is heel apart, want dit is een kleur die ik gewoon niet in mijn collectie heb. Ik heb superveel lipsticks en liquid lipsticks. Ik heb echt bijna elke kleur, maar deze kleur heb ik gewoon nog letterlijk niet. Dus ik ben hier extra blij mee. Dit is de Fenty Beauty Stunna Lip Paint. In de kleur Unveil. Dit is dus een liquid matte lipstick. En het is een donkerbruine matte kleur. En dat is echt een kleur die ik gewoon hier niet heb. Ik vind deze wel echt belachelijk duur. Hij is echt super mooi. De verpakking is ook echt wauw. De applicator, ik had het gezien online, maar nog niet in het echt, is ook echt super apart. Zo'n applicator heb ik niet echt eerder gezien. Maar deze is gewoon 30 euro.
30 euro. Maar goed, ik heb hem dus ik ga hem gebruiken. Hij lijkt een beetje waterig hierin. Dus vandaar dat ik hem een beetje schud. Ik denk ook dat hij echt heel mooi gaat staan met deze ooglook. Wauw, heel gepigmenteerd. Nou, de kleur is echt prachtig. Ik heb wel een beetje gestruggeld om het mooi strak te krijgen. Ik ben er nog steeds niet echt heel blij mee, maar ik laat het gewoon even zo. De volgende keer zou ik het echt met een lippotloodje aanbrengen. Dan wordt het toch iets strakker, vooral met van die donkere kleuren. Ja, adviseer ik toch wel om eerst met een lippotloodje in te gaan. Ik heb ook twee laagjes aangebracht, want na één laag vond ik hem nog een beetje patchy. En bij laag 2 was hij gewoon mooi egaal. Hij is dus gewoon mat. Ik heb niet alleen een droge huid, maar ook hele droge lippen. Liquid mats drogen mijn lippen altijd helemaal uit. De enige die dat niet echt doen, toch wel, maar het minste, zijn die van Ofra. De Ofra Liquid Lipsticks. Die vind ik het beste voor mijn droge lippen. Tot nu toe is die ook gewoon goed. Ik voel wel dat die een beetje aan mijn lippen trekt. Dus ook deze is best wel droog. Maar ja, als je gewoon normale lippen hebt en niet zo overdreven droog als de mijne, zal die vast prima zijn. En dan een beetje Revolution Fixing Spray. En dan zijn we klaar met de look eindelijk. Nou, ik vind deze make-up look echt prachtig. Dit is echt mijn ding. Bruin en goud zijn echt mijn favoriete kleuren qua make-up. Dus ik ben heel blij met hoe de look is geworden. Tot nu toe was ik ja best wel blij met alles. Ik ben benieuwd hoe het nog aan het einde van de dag zit. Ja, het is toch allemaal best wel dure make-up. En als je zoveel geld spendeert, wil je toch wel dat je make-up er echt lang op blijft zitten. Dus ik ben vandaag iets strenger dan normaal. Maar ja, dan... Ja, ik zie jullie straks weer. Nou, daar ben ik weer. We zijn nu 5 uur verder. Dat is niet echt super, super lang. Maar ik was best wel laat klaar met mijn make-up. Dus vandaar dat ik niet echt heel veel uren heb om het te testen. Maar 5 uur is ook wel genoeg om te kunnen zien wat je ervan vindt. Ik vind in ieder geval dat overal mijn make-up nog heel goed zit. Ik ben best wel blij met hoe ik er nog uitzie. Ondanks dat de kleuren niet allemaal perfect zijn. Ik ga heel eventjes snel... even alles één voor één benoemen en wat ik ervan vind. Het oogschaduwpaletje is net als elk paletje die ik heb van dit merk gewoon geweldig. De primer, 60 euro, maar hij heeft mijn make-up er wel goed opgelaten en mijn make-up ging er oprecht wat smoother op. Dus je voelt echt oprecht verschil als je deze gebruikt. De Fenty Beauty Poeder, ik heb ook een flashfoto gemaakt om te zien of hij flashback heeft. Onder mijn ogen is het wel echt heel erg wit, maar dat komt echt vooral door de concealer, want ik heb de poeder gedaan over mijn hele gezicht. En mijn hele gezicht is gewoon nog normaal. Dus dat het daar zo wit is, ligt echt aan de veel te witte concealer. Want ik had ook concealer hier zo bij mijn voorhoofd gedaan. En daar is het niet zo overdreven wit, omdat ik daar gewoon wat minder concealer op had gedaan. Dus hij is ook geslaagd voor de flashback test. En die van Huda ook. Dus ja, ze hebben allebei geen flashback. Dus ik raad vooral deze zeker aan, omdat je gewoon echt heel veel product krijgt. De Huda Beauty Foundation, ondanks dat de kleur te donker is voor mij, vind ik hem wel heel mooi. Hij is heel egaal, heel mat. Hij maakt je gezicht echt heel smooth. Raad ik hem aan voor alledaags? Niet per se. Hij is gewoon iets dikker dan die van Fenty. Die van Fenty vind ik iets meer geschikt voor alledaags. En die van Huda vind ik iets meer voor een feestje. Of als je echt iets speciaals gaat doen en je er echt flawless uit wilt zien. Ik vind dit gewoon echt vooral een full glam foundation. De Lipstana van Fenty Beauty. Ik zei toen straks dat hij 35 euro is, maar dat is hij niet. Hij is $24 en dat is ongeveer 20 euro. Voor 35 euro had ik hem zeker niet aangeraden, maar voor 20 euro hij is prima. Ik vind hem mooi, vooral de kleur maakt hem heel apart. Zo'n kleur heb je niet echt heel veel, dus ik vind hem ook echt heel erg fijn. De Huda Beauty Concealer. Ik vind gewoon de applicator niet te doen. Ik ben echt van het heel snel werken. Ik wil maar gewoon snel opmaken, snel aanbrengen, snel blenden. En met dit ben ik niet snel, want dan moet ik het eerst aanbrengen op mijn hand of ergens. Dan een kwastje pakken, aanbrengen met een kwastje, dan een spons pakken, uitblenden. Ik wil gewoon snel aanbrengen en klaar. Ondanks dat ga ik hem wel vaker gebruiken, want ik vind hem wel super mooi. Ik moet wel echt een andere kleur hebben, want deze kan ik gewoon niet gebruiken. Hij is echt way too wit. Maar hij is heel smooth. Mijn ogen zijn hier ook niet gaan creasen. Het is gewoon heel mooi en licht. Ja, ik vind hem zeker heel erg mooi. Deze bronzer van Anastasia. Ik denk gewoon dat ook echt vooral de kleur niet goed was. Je hebt 5 kleuren, dus misschien had ik beter een andere kleur kunnen pakken. Ondanks dat vind ik hem wel mooi. Maar ja, zoals ik toen straks al zei, ik vind hem niet het bedrag waard. De blush van MAC. Hij zit er nog op, jongens. Nou mensen, dit was het dan. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van de video. Ik hoop ook dat iedereen het heel fijn vindt als ik ook wat dure make-up test.
Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken. Je kunt hier op mijn hoofd klikken om te abonneren. En ik plaats ook 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!